Dus Hertaki van dansgroep Plato en de familieleden natuurlijk. Met onze familieleden. En nou, kom er even bij, want we hebben hier, naast mij heb ik hier staan Manolis. En dat is de enige echte, the one and only Greek man we have got today in the studio. That's right, isn't it? It was me, yeah. It is you. And you've looked at Oom Wout. Yes. Oom Wout for the first time in his life with a panty. Nee, laat maar naar beneden, Nee, we hebben al genoeg narigheid gehad wat dat betreft. He looks lovely, but it is a man's clothing in Greece, this, eh? Yes. This. They yeah. Wear... It's the traditional Greek clothes, costume. Costume, traditional Greek, it is like sisters. Het ziet eruit, Seska Wiska uit Bosbisland, maar het maakt niet. Waar hebben we tante Danielle? Die staat daar ook prachtig. Geweldig, geweldig. We've got only one point. Yes. We hebben één keer alleen maar één puntje. Which of those dancers... I will give it to the red. To? To the red. To the red. Yeah. To the red. So, tante Danielle. Ja, she was the best. Ja. Yeah. She was the best. Oom Wout zag er het beeld schoonst uit. Echt, die zouden bijna opgewonden raken. Maar tante Danielle... Die pakt toch echt het punt. En thank you very much, Manolis. En de hele groep. Geef ze een applaus. En ook deze familieleden. Oom Wout en tante Danielle en die hele groep. Plato uit Amsterdam. Thank you very much.